straks komen op deze persconferentie na afloop van de wedstrijd van Alexis Verbrugge. Christophe Lorieux kan er 2 weken niet bij zijn, 2 thuiswedstrijden, dus vandaar dat ik hier eventjes de zaak de ceremonie mag leiden. Soms gemeente met onze bezoeker, de trainer, meneer Peters. Ik denk, korte conclusie van de wedstrijd, een verdiende overwinning voor Kortrijk. Al valt de tweede doelpunt waarschijnlijk in de beste periode van Cirkel. Is dat een goede analyse? Perfect, ik heb niks aan te zeggen. Van de eerste rij gevolgd. Voilà, dat bedoel ik. Ja. Ik kan het niet beter zeggen. Nee, ik denk dat wij ongelukkig uit een kans, eigenlijk geen kans, in de wachter komen. Als Cornelis die de bal als licht wegwerkt in plaats van te laten lopen. Oké, dan kom je in de wachter en dan weet je dat het heel moeilijk wordt op korter. Ik vind dat we het dan op zich niet slecht gedaan hebben, dat we positioneel niet slecht stonden. Oké, de tweede helft iets meer risico genomen. Op het moment dat je toch voelt dat de 1-1 een beetje in de lucht hangt, dan krijg je de 2-0 en dan is het over en slaan. Dus het is heel makkelijk, maar het is een voetbalwet. Als je niet scoort, dan wordt het moeilijk. Eerst zelf krijgen wij een kopkans, denk ik, Neto en Kevin Janssen is helemaal alleen, 5 minuten voor de Russen. Ze hebben alle twee maar te kiezen wie gaat koppen en die bal wordt ernaast gekopt. En Van den Broek kopte me van iets verder mooi binnen. Dus de conclusie is dat we wisten dat Kortrijk een goed elftal was en dat we de boel goed moesten organiseren. Ik zeg, ja, die 1-0 valt eigenlijk heel slecht, een individuele fout en dat is spijtig. We hebben ons best gedaan, maar ik denk dat we gezien hebben dat we in het aanvallend compartiment nog werken. En dat wat doen? Nog versterkingen? Ik denk niet dat wij nog budget hebben om versterkingen te halen. Wij hopen dat de mensen die in Colombia zitten snel terug zijn. We hopen dat een Rudy snel fit is. Nog een aantal spelers die toch niet 100% zijn. Fori die vandaag er niet bij is. Oké, we hebben nog wel wat ijzers in het vuur. Oké, de 3 punten van vandaag zijn weg. Okay, ja, er is niet veel aan te vragen. Meneer Maasbroek, dus met 11 onder de douche gelijktijdig, dat was een goed moment. Dat was een beetje geleden, dus dat helpt wel, moet ik zeggen. Had u de jongens met een bepaalde opdracht zo van oppassen voor de kaart in het veld gestuurd? Ik had er een vraag om met 11 te blijven vandaag. Dat lijkt me logisch, maar ik denk dat we een goed startje. Ik denk dat we het best gestart zijn van de wedstrijd. En dan valt inderdaad het doelpunt net wel meeval. Dat niet slecht ontzet wordt, waar wij kunnen van profiteren. En eigenlijk in plaats dat dat dan het signaal is om, om te zeggen, goed, we hebben dat doelpunt voorsprong, gaan in de partij wat controleren, vond ik dat we dan wat onrustiger werden. Dat Cirkel wat meer in de wedstrijd kwam, dat wij nog toelieten om wat meer in de wedstrijd te komen. Met als gevolg dat je eigenlijk eerst de helft een na-doelpunt, vrij evenwichtige partij kreeg. Ik heb aan de rust gevraagd om toch terug te proberen, beter te gaan voetballen. Dat zat er nog niet onmiddellijk in. Ik vond ons tweede helft niet slecht starten. Maar dan heb je een sleutelmoment. Op het moment dat Cirkel begint aan zijn vervangingen, met de bedoeling om te proberen de kaart naar hem toe te trekken ook, terug te slaan, ja, op hetzelfde moment scoren wij. En dat is natuurlijk ideaal. Dus dat zijn fases in de wedstrijd die beslissend zijn. Dan kunnen wij ook wat vervangingen doen. Zie je spelers die wat vleugels beginnen te krijgen. Dan krijgen we nog een paar heel goede kansen dan. Wat dat betreft, ik ben zeker tevreden over de prestatie van onszelf. Ik ben zeker tevreden over de concurrentie die ik nu heb voorin. Ik denk dat de spitsen het goed gedaan hebben. Ook de invaller voorin, heel sterk ingevallen. Maar vandaag zaten de fases wel wat mee voor ons. Dus, we mogen wat dat betreft tevreden zijn, we moeten tevreden zijn. We hebben 5 punten, we hebben 2 wedstrijden met 9 en met 10 geëindigd. Maar we moeten realistisch blijven, we moeten niet gaan zweven en beseffen dat we nog een heel lange weg te gaan. Een andere leuke vaststelling is dat de verdediging waar week na week noodgedwongen moet aan besleuteld worden, opnieuw de nul houdt. Ja, maar dat is het werk van de hele ploeg. Hè. Dat is geen werk van enkelingen. Ik denk dat daar de hele ploeg voor staat. We geven geen doelpunt weg vandaag, hoewel er een aantal fases waren waar het misschien gekund had. Maar ook daar zat het dan wel wat mee. Dus ook daar hebben we nog werk. We hebben kansen weggegeven, zowel tegen Wiesel, tegen Westerlo als vandaag. Maar we pakken niet veel doelpunten. En we hebben een doelman staan op die met vertrouwen staat te keeper. Die toch wel presence heeft. En ik ben tevreden dat we maar 1 tegendoelpunt hebben in 3 wedstrijden. Dat is prima.